Hallo, vandaag weer een filmpje voor jullie. Deze keer een best wel kort filmpje, want het is een update over mijn neuspiercing. Want ik zou natuurlijk na een week nog een update doen over hoe het er qua genezen mee gaat en alles. En heel veel heb ik er niet over te vertellen eigenlijk. Dus ja, maar goed, het lijkt me toch leuk om in ieder geval een filmpje erover te doen, dus vandaar. Hier is die. Dus laten we beginnen met hoe hij gevoeld heeft afgelopen week. Ja, het verschilt natuurlijk per persoon. Hè. Ik heb van andere mensen ook wel eens gehoord dat het echt voelt alsof ze in hun gezicht zijn gestompt of wat dan ook. Daar had ik gelukkig helemaal geen last van. Tot nu toe is het namelijk echt gewoon de piercing die het minste pijn deed tijdens het genezen, in ieder geval de eerste week. Want ik weet nog niet hoe dit in de toekomst gaat, maar in ieder geval. Het echte hierlijkste was nog wel gevoelig. De naaldpiercing was zeker gevoelig. De tongpiercing was helemaal irritant de eerste week. Maar deze, ja, eigenlijk voel ik hem gewoon amper. Ik merk wel dat dit een beetje gevoelloos is als normaal, maar dat komt ook steeds meer terug. Weet je, verder eigenlijk hij is alleen maar een beetje gevoelig als ik hem net schoongemaakt heb of er tegenaan gegaan ben of zo. Maar hij doet eigenlijk helemaal niet echt pijn en eigenlijk merk ik niet eens dat hij er zit. Dus daar ben ik wel blij mee. Wat me ook is opgevallen is, juist omdat ik er dus eigenlijk er geen last van heb, is dat ik hem makkelijker over het hoofd zie, vergeet dat hij er is en er bijvoorbeeld overheen krap of er met een washandje overheen ga of op mijn gezicht wrijf en er tegenaan ga. Ja, weet je wel, met allemaal andere piercings was het zo, want die waren natuurlijk gevoelig de eerste week, dus dan let je er al op. En tegen de tijd dat ze dan niet meer gevoelig zijn, dan weet je al gewoon instinctueel dat ze er zitten. Deze doet eigenlijk geen pijn, dus dan vergeet ik steeds dat hij er zit. En ik heb hem dus al meerdere malen gekrapt, geslagen. Niet dat ik mezelf random in mijn gezicht sla, maar weet je wel, dat je bijvoorbeeld net eventjes, weet ik veel, haar in je gezicht hebt, zo doet en keihard gedoind er tegenaan gaat, dat soort dingen, dat ja. Is niet handig, daar moet ik een beetje op letten. Dus ja, dat is ook iets waar je op moet letten. Dus als je die piercing laat zetten en je hebt het geluk dat het geen pijn doet, hou er rekening mee dat je hem dus gaat vergeten. Maar goed, zolang je niet al te hard tegenaan gaat, is het ook niet echt een probleem. Dus niet echt goed voor een piercing om er steeds tegenaan te gaan. Maar ja, weet je wel, het is ook niet heel erg als het maar zachtjes gaat. En wat ik al zeg, zolang je jezelf niet echt keihard in je gezicht slaat, zal het niet echt schade aanbrengen, denk ik. Als je jezelf voor de lol in je gezicht slaat, dan lijkt me dat overigens natuurlijk ook geen goed teken eigenlijk. Maar in ieder geval, ja, en echt keihard overheen krabben lijkt me ook niet echt prettig. Maar goed, tot nu toe heb ik steeds wel zoiets, dan voel ik dat hij er zit en dan hou ik snel mijn hand weg, dus dat scheelt. En dan nog twee puntjes qua nazorg. Wat ik eigenlijk met mijn andere piercings ook al had, heb ik met deze ook gewoon dat ik gewoon een soort van routine heb. Wat ik zelf altijd doe, maar dat is natuurlijk gewoon, ja, weet je wel, wat je zelf vindt, wat goed is voor je lijf, dat moet je doen. Hoe ik het doe is de eerste week twee keer per dag zeezouten. En de weken daarna gewoon tot hij genezen is één keer per dag. En als ze nog genezen zijn, alleen maar als ze gevoelig zijn of zo. Vanaf gisteren heb ik het nog maar één keer per dag gedaan. Dat was eigenlijk één dag te vroeg, maar ik was gisterochtend vergeten. Dus vandaar. Oeps. Maar goed. Het idee in ieder geval is gewoon van, ja, weet je wel, maken van een goede routine. Dat je gewoon weet van, oké, dat lijkt een automatisme wordt om het schoon te maken, weet je wel. Dus wat ik doe is gewoon gelijk na het ontbijt, 's ochtends hem schoonmaken, de eerste week. En gewoon de gedegen genezingsperiode gelijk na het avondeten hem schoonmaken. Want ja, weet je wel, dan ben ik toch wel in de buurt van de keuken en dan wordt het gewoon een routine. En dan is het, weet je wel, makkelijker om het niet te vergeten. En een ander belangrijk punt is make-up. Want ja, weet je wel, zelf ben ik best wel een type die gek is op make-up. Dus ja, vandaar. Dat was het punt. Oh, dat was het punt. De make-up moet natuurlijk niet in de piercing komen. Dat is eigenlijk, ja, weet je wel, dit is mijn eerste piercing waarbij ik er echt op moet letten. Want mijn vorige piercing was natuurlijk in mijn oren, mijn navel, tong. En dat zijn geen plekken waar je over het algemeen make-up stopt, dus dat scheelt. En weet je wel, op mijn neus is natuurlijk waar, weet je wel, het zit op je gezicht. Dus normaal gesproken komt er wel gewoon make-up. Maar goed, daar heb ik in ieder geval wel echt gewoon op gezorgd dat ik daarop let. Want dat is ook echt heel belangrijk, je wil echt geen make-up erin hebben. Want dat kan gaan irriteren, het kan gaan ontsteken, dat wil je allemaal niet. Dus wat ik gewoon doe is mijn vinger eroverheen leggen en dan weet je wel gewoon foundation, poeder en gewoon een beetje meedraaien. En dan gewoon zorgen dat je altijd je vinger ertussen hebt, zodat het niet op je piercing komt. Wat ik ook altijd doe is, ik doe altijd gelijk als ik uit mijn bed kom make-up en dan ontbijt en dan schoonmaken. Dus als er wat bij is gekomen de eerste week, dan wordt het toch schoongemaakt. En na die eerste week heb ik de routine al goed genoeg door dat er niks meer bij komt, dus dat scheelt. Dus dat is iets om op te letten. Met gezicht schoonmaken 's avonds, dat is eigenlijk gewoon hetzelfde verhaal. Ik zorg ook gewoon dat mijn face wash er niet op komt. Want ja, weet je, hij is nog aan het genezen. Ik denk dat als hij genezen is, dat het niet meer uitmaakt. Maar hij is nu nog aan het genezen, dus dan wil ik er niet de face wash op hebben. Dus dat is ook gewoon een kwestie van, ja, gewoon overal op je gezicht en dat gewoon ontwijken.
makkelijk zat eigenlijk. Dus ja, dat was eigenlijk in principe alles wat ik kon verzinnen over de neuspiercing van vandaag. In ieder geval zal ik ergens einde van het jaar nog een filmpje posten. Ja, dat vertel ik namelijk alvast dat ik einde van het jaar nog een filmpje ga posten. Over het verwisselen van de neuspiercing, want anders is het goed is genezen. Dus ja, vandaar. Ja. En ja, als je nu nog vragen hebt over het hebben of het laten zetten van een neuspiercing. En dan een soort vragen die iemand die alleen maar een neuspiercing heeft laten zetten kan beantwoorden. Want ik kan geen vragen beantwoorden die alleen een piercer kan beantwoorden, want ik ben geen piercer, dus vandaar. Maar goed, dat soort vragen kun je in ieder geval hier beneden dan wel vragen. Ja, dus. En dan zal ik proberen om een nuttig antwoord te geven. Dus ja, in ieder geval bedankt voor het kijken. Ik hoop dat het leuk was om te kijken. En tot de volgende keer. Doei!